99! Nee. 99! Ja! Ja! Wat is er? Wat is er? Bij de 1000 likes ga ik hier een weekly mee spelen. Yes boys, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video waarin we weer voor de verandering een fenomenale speler pakken. Dus bij deze jongens, jullie kunnen het ook waarschijnlijk lezen in de titel, zijn dit de laatste weekly rewards tijdens Team of the Season. Jullie zien ook aan de thumbnail wie er eigenlijk gepakt is, dus ja. Ik kan het wel zeggen, maar jullie hebben het waarschijnlijk toch allemaal al gezien. Het is dit keer weer niet op mijn eigen account. Ik ga meestal live met de rewards van kijkers, maar helaas kan mijn PC het niet aan dit moment om live te gaan. Dus wat ik nu doe, ik open mijn rewards samen met kijkers via de Discord. Ik stuur daar gewoon een berichtje met de vraag of mensen rewards samen met mij willen openen. En dan doen we dat gewoon. Ik neem het op en wie weet pakken we iets vets wat dus dit keer gebeurd is. En dan kan dat eventueel in de video. Dus dat hebben wij nu gedaan. Wil jij dus ook misschien wel met jouw rewards in mijn video's komen? Vergeet zeker weten niet even de Discord te joinen via de link in de beschrijving. Er zullen ook andere linkjes staan in de beschrijving, waaronder mijn Instagram. Dat is heel belangrijk jongens, dat jullie dat eventjes gaan volgen. Er zullen de aankomende weken belangrijke dingen komen op mijn Instagram. Vergeet niet even de Discord te joinen. Volg mij dus ook op Instagram. En vergeet uiteraard ook niet deze video te liken en te abonneren op mijn kanaal. Jullie hebben het gehoord in de intro. 1000 likes. Kunnen we dat halen op deze video? Als we het halen, dank jullie wel. En als we het niet halen, misschien de volgende keer. Jullie weten trouwens ook helemaal niet over welke speler dat gaat. Want ik zei in de intro, bij de 1000 likes ga ik met deze speler de Weekend League in. Ik heb in deze video ook een Prime Icon Pack geopend op mijn eigen account. En dat is eigenlijk de speler waar ik het over had. Dus vergeet sowieso niet de hele video te checken. Is weer een hele toffe video geworden. En dan gaan we nu eerst naar het stukje dat ik de rewards open met de kijkers. Eigenlijk zijn dit twee jongens waar ik al heel veel en heel vaak mee heb geopend. Dus hopelijk hebben jullie hier zin in jongens. En dan gaan we naar de video. Alles doen jullie jullie ogen dicht. Ah, dan gaan we die R3 doen. Ja, dan die R3. Oké, ik heb nu geklikt, hè, dus niet kijken. Ja, ja, ik hoor het geluid. Ik kan het sowieso niet kijken, Hij gaat nu open. Ja, oké, ik skip. Ga kijken. Hummel, 96? Nee, dit is een meme, Dit maar, is een meme, gap. Dit kan niet. Het is 96 en het is de laatste. Heb ik verkeerd geklikt misschien? Klik eens L2. Doe maar gewoon L2. Oké, ik klik L2. Oh, nou, nee, oké. Kom. Ja, je hebt goed geklikt. 99! Nee. 99! Ja! Ja! Ah! Ja! Nee! 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 Ja! 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 Wat is er? Wat is er? Ja! Ja! Nee! Nee! Dat meen je niet! Dat meen je niet! Ik droom! Ah! En Michiel, ik zeg gewoon alles verkopen en allemaal 100 kaartjes openen. Ik wil wel de rij voor u uit openen. Of wil je maar ik heb toch weer geen rij gespeeld. Ik weet helemaal niet hoeveel ik heb. Ja, gewoon tradable. 50 kaartjes? Nou ja. Fanstemming. Oh, dit is net als bij Fitty. Moeten wij dan nu gaan stemmen? Ja, je moet één van de drie kaarten kiezen. Hoe stem ik? Dat weet ik niet. Oké. Kent. Ik wil Kent eigenlijk helemaal niet zien. Nou, kies toch maar Kent, joh. Ja? Ja. Dan heb je gewoon een Kent in je club. Ja, ook al kiezen wij hem niet, alsof hij dan niet zou komen. Hij krijgt hem toch wel. Hij krijgt hem toch wel, inderdaad. Weekend League. Jij mag die eerste playpickle doen, doe ik de andere twee. Elite 1. Wat had ik gehaald? 27, 28 of 29? Ik weet het niet eens meer. In ieder geval Elite 1. Oké, jij mag Oh. Ik deed gewoon rennen. Vind je kies? Lekker. Ja, oké, kijk. Het is geen Mbappé bij Jenner. Gewoon kiezen toch? Maar het is wel heerlijk. Ja, tuurlijk. Oké, welke zeg je? Links of rechts? Ik zeg rechts en dan later links. Oké. Cool. Andere Fransman. Sancho. Hey, dit is weer redelijk. Hey, dit is toch wel gewoon goed hoor. En dan de laatste. Ik ga een no-specie doen. Dat blijft er gewoon in, elke video. Kimmich. Ja, nee, ik ben die Luis Alberto helemaal zat. Ik ben hem echt helemaal zat. Ik kies lekker Kimmich. Oh joh, ik ben helemaal klaar met die Luis Alberto. Maar dit is wel echt heel goed. Jij doet 100k pick, ik 1, jij 1, ik 1. Nee, maar ik begin altijd, dus nu mag jij een keer te beginnen. Dus ik doe de eerste, doe jij, ik jij. Ja, ja. Oké, is goed. Ik zeg het je, we moeten gewoon een special card pack uit een van die 100k packs, anders weet ik het ook niet. Ja, oké. Okay. Ja. Zie je, ik zei het. Wat is dit voor iets? Headline? Nee, ik weet het niet. Wat is dit dan? Is het goed? Ik zei
want to watch. Een want to watch? Waarom is die roze flare? Deze gaat niks aan. 40k zou 20 letten. Ik kan gewoon als titel zetten, ik heb Hazard gepikt. Oké, volgende mag jij doen. Ik verwacht een headliner en een goeie. Uit deze pack komen we op 1,4 miljoen. Boom. Headliner Neymar. Oké. Wat is dit? Is het headliner? Ik weet het niet. Engels. Weer Sancho. Sterling headliner. Oh nee joh! Sancho. Deze is volgens mij 90k waard, hè? Oh. Ja, ik zei toch 1,4, dus als er nog iets leuks achter zit. Ja, ja oké, okay, dat is wel prima. Hier, zie je? Ja, maar Ultimate Team of the Season vorige week had ik als best volgens mij Alberto en Carvajal. Ja, jouw waren heel slecht. Kijk, het boeit niet zo heel veel, want FIFA is toch op zijn eind. Ja, het is echt klaar. Maar het zou wel lekker zijn als ze gewoon weer iets moois kunnen pikken. Volgens mij is die flare roze. Ja, ja, ik weet ook niet waarom. Kom op! Ja, ik stop er echt mee. Die stomme Luis Alberto. Hij blijft komen. Die irritante gast. Ja, ik ben wel echt geneigd om te discarden, maar laat ik dat maar niet doen. Nog wat erachter. Ja. Nou ja, goed. Jij mag de laatste gaan doen. Zal ik mijn ogen... Wacht, wacht. Ik heb een leuke manier gezien. Je moet zeg maar dat we allebei niet kijken. Jij klikt. En dan als zeg maar de pick klaar is, dan skippen we hem. Dan klik op R3, dan op L2 en dan kijken we wie de laatste is. En dan gaan we helemaal... Doen we L2 zien we Messi. Oké, klik maar. Gewoon helemaal door laten lopen of? Ja, ja, wel gewoon helemaal door laten lopen. Dus niet skippen. Nee. Maar hoe weet ik dan wanneer die klaar is? Ja, geef maar aan mij. Ik hoor het. Oké, oké. Hij is nu uitgelopen. Als het goed is... Oké, oké, oké. Oké, ik heb het gedaan. De laatste is Henderson. Oké, dan is het dus geen... Dan is het echt... Geen Lewandowski, geen Ronaldo, geen Mbappé, geen De Bruyne. Zo, dat kan. Nee, want die zouden duplicate en die zouden dus helemaal recht staan. Geen 94 hier. Oké, kom op. Oh nee. Yeah. Geen Luis Alberto. Het is weer zover. Het is weer zover. Daar komt hij. Luis Alberto. Oh. Oké, oké. Oh, als we hadden gekeken zagen we Frans. Hier kan ik op zich nog wel tevreden mee zijn, hè? No. Nee. Ik zit te twijfelen of wij een icon pack nu gaan doen of in de volgende video. Nee, ik zou het nu doen. 5 minutes later. We hebben dan gewoon een prime icon, hè? Besef dat even. Ik ga het gewoon inleveren. Braziliaans. Spits. Ik heb tot nu toe 2 weken achter elkaar gewoon zo'n pickje gedaan op het einde van de video. In de hoop dat het de rewards nog kan saven. Ook al zijn de rewards waren, was het gewoon goed. Het is niet dat het de rewards moet saven. Maar het zou het wel veel beter kunnen maken. En ik voel gewoon dat dit Cruijff wordt. Maar de vraag is, gaan we in de club zoeken of gaan we kijken? Ah, laten we in de club doen. Dat is wel echt heel spannend. Spannend. Hij loopt uit. 5. Alleen Bulgarije, anders is het op 9. Het is op 9. Het is op 9. Geen Spanje. Het is op 9. Geen Spanje, want die heb je al geklikt. Hij had Spanje net bij de rest gewoon geklikt. Nee hoor. Jawel. Oh. Alsjeblieft, geen Italiaan. Geen meme. Geen meme. Oké. Okay. Yes. Oké, kom aan. Oké. Engeland? Ja, Engeland. Dit is hem waarschijnlijk. Owen. Michael Owen. Kijk, hij is een goede kaart, hè? 3-star skill moves. Echt goede kaart. Nee, weet je wat? Bij de 1000 likes ga ik hier een Weekend League mee spelen. 1000 likes. En Michael Owen gaat in Weekend League gebruikt worden. Yes boys, dat was hem alweer. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we dus Team of the Season Cristiano Ronaldo gepakt. 99. Wat ik al zei in de intro, is dit hoogstwaarschijnlijk de laatste zieke Team of the Season die op mijn YouTube kanaal gaat komen. Want zoals jullie weten is het Team of the Season natuurlijk voorbij. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video jongens. Ik zou de outro eens een keer kort houden vergeleken met normaal. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Zet dat belletje aan. Vergeet hier niet eventjes mijn vorige video te checken. En dan was dit de video jongens en dan zie ik jullie weer de volgende keer. Ciao!